En terwijl hier gesprekken over niveau worden gehouden, dames en heren, valt zomaar de start van de tweede koers, de Prix Quinoa du Gers. En is het een Unfaithful die het snelste weg is. Een Unfaithful gaat als eerste de bocht in. Op de tweede plaats daarachter ligt al Tamara de Noyel. En daarachter, nee, dat is niet Tamara de Noyel, dat is de nummer 2, Ulysse de Lille. Daarachter volgt dan op plaats 3, dat is Viscount. En Viscount wordt weer gevolgd door Tiberius. Dan Tamara de Noyel, daarachter volgt dan Jan van Dooijenwit met Tamaris GD. En daarachter volgt Versati du Louvain. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 2 ronden af te leggen. En vooraan is een aardig tempo met Unfaithful. Unfaithful, Jan-Willem Kromkamp, de man die dit jaar zowaar in de top 15 bij de piqueur staat, heeft hij allemaal te danken aan Sir Beukerswijk. Wordt nu ook gevraagd voor gastritten. En is hier op pad met een niet makkelijke Unfaithful. Maar die gaat sterk. Unfaithful leidt. Tweede plaats daarachter is voor Ulysse de Lille. Dan valt er een gaatje. En naar plaats 3 is gegaan Viscount. Aan de buitenzijde komt Tamar de Noyel. En daarachter aan de relingzijde ligt Tiberius. Dan weer een gaatje naar Tamaris GD. Die heeft het even niet meer. En die gaat bijna van de benen. Jan van Dooijenwit moet hem goed vasthouden. En daarachter volgt dan Versati du Louvain. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Tempo nog altijd gemaakt door Unfaithful. Unfaithful. Op de tweede plaats daarachter is het Ulysse de Lille. En die gaat een spoortje naar buiten. Daar komt ook een ander paard aan. Die moet dus ook een spoortje naar buiten. Maar die kan voorlopig even inparkeren. Dat is Tamara de Noyel. En zo gaan de paarden de linkerbocht in. Aanval op de leider nu van Ulysse de Lille. Ulysse de Lille gaat in de aanval op Unfaithful. Ruud Pols tegen Jan-Willem Kromkamp. En we moeten straks nog een ronde. Maar Pols aan de buitenzijde heeft het gaspedaal nu al ingedrukt. En komt er 3/4 lengte langs. Is net niet genoeg om naar binnen te gaan. Dan heb je een probleem als rijder. En dus blijft hij nog even in het tweede spoor. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Unfaithful aan de binnenzijde komt weer terug. Aan de buitenzijde daarnaast Ulysse de Lille. Daarachter Tamara de Noyel. En daarachter aan de relingzijde Viscount. Dan galoppade nu voor Tamaris GD. Korte galoppade. En aan de buitenzijde gaat naar voren Versati du Louvain. Zo gaan ze de slotronde in. En nog een keer gaat Pols het proberen. En trekt Kromkamp de propjes. Maar het is te laat, want Pols is er voorbij met Ulysse de Lille. Toch komt hij weer terug aan de binnenkant. Unfaithful, maar die gaat van de benen. Unfaithful probeerde terug te komen. Springt nu weg. En het is Ulysse de Lille die leidt. Tweede plaats voor Viscount. Geschakeld nummer 1, galop nummer 1. Derde plaats aan de buitenzijde voor Tamara de Noyel. Daarachter Tiberius. Daarachter volgt Versati di Louvain. En Tamaris GD. Heeft het een beetje lastig, maar gaat wel 3 dik aan de buitenzijde in de aanval. Zo gaan de paarden helemaal dicht bij elkaar komen. Het veld schuift helemaal in elkaar. En daar komt aan de buitenzijde Tamara de Noyel. Die gaat de leiding overnemen. Samen met aan de buitenzijde Tamaris GD. Tamaris GD. Het is iedere keer een kort galopsprongetje. En dan weer draven. Hij is inmiddels wel op de eerste plaats uitgekomen. Helemaal aan de buitenzijde. En zo gaat hij de laatste bocht in. Het is Tamaris GD die de leiding heeft overgenomen. Tamaris GD is inmiddels halverwege de laatste bocht. Op de tweede plaats aan de buitenzijde is het Tiberius. Derde plaats daarachter is voor Tamara de Noyel. Die denkt ook doet vandaag maar lekker zelf, Johnny Westerbrink. En die voorste 2 lopen nu weg bij het veld. En daar gaat het tussen. Op dit moment van Dooijenwit eraan. En daarachter is het de vlieger. En die 2 maken het onderling uit. Maar Tamaris GD heeft voorsprong genomen. En gaat hem winnen. Paard kan heel wat lopen. Is niet de makkelijkste. En gaat hem hier winnen met een lengte of 5-6 voorsprong. Tamaris GD wint op de tweede plaats. Tiberius strijdt voor plaats 3. En die is voor Viscount.